Hallo allemaal en welkom bij Ilse's Hobbykraam. Vandaag gaan we aan de slag met deze kaart. Deze hebben jullie kunnen zien in mijn vorige video. En deze heb ik gemaakt met de stencil die bij de collectie hoort. Dan moet ik even spieken. Falling for Christmas heet die. Hè? Ik denk, hoe heet die nou ook weer? En dit is zo'n zo'n envelopmalletje. Daarmee maak je deze dus. En die labels die zitten erbij. Deze heb ik gemaakt met ook even de bijpak natuurlijk. Dat is wel leuk. Kijk waar ik hem heb. Nou, ik heb hem alleen uitgepakt hier bij de hand liggen. Dat zijn deze vellen. Dan durf ik niet zeker te zeggen of het uit 3 komt. Maar volgens mij het pak nummer 3. En die afbeelding die komt uit die mooie Craft in Wall boeken. En daar ben ik al flink aan het een gat in aan het maken. En die bloem, die komt van de nieuwe collectie. Moest er alvast iets mee doen. De Blossom Flower van Blossom Blush. Hoe mooi staat die op deze kerstcreatie. Doe er wat glitters bij en je hebt een echte kerstcreatie. En dat takje, dat komt van die met die bellen van de Ruby Christmas. Maar dat doe ik allemaal wel weer. Een linkje hieronder. En deze witte. Dit hier achtergrond. Dat is zeg maar die kerstster. Deze kerstster. De Falling Star Frame. Ook dus van die blauwe serie. Nou, dan gaan we maar gewoon beginnen met het begin. En dat is het tekenen van de mal. Als je me al een beetje langer volgt, weet je dat ik dit fantastisch leuk vind. Het is ook echt gewoon, je hebt gelijk een leuk modelletje. Je hoeft er niet veel moeite voor te doen. Het is gewoon overtekenen. En dan is de aanvulling, die maakt de kaart af. Je bent er wel even mee bezig, zo niet. Maar ik vind het altijd wel leuk dat het al net een andere... Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Een andere vorm heeft. Hebben ze. Een andere vorm dan de vierkante kaart. Nou, die knippen we dan. Of snijd hem. Dat is maar net wat je handig vindt. Bedankt weer voor het kijken van de vorige video. Leuk dat we er weer allemaal zijn. Ik moest net nog even wachten op een pakketje daarvan. Dus ik heb alvast die labels gemaakt. Ik denk dat scheelt ook weer veel werk natuurlijk. Maar anders moest ik hem weer gaan editen de video. Ik denk, ik kan ook gewoon alvast een beetje gaan maken. Als ik dan mazzel heb, komen ze aan het begin van het uur. En dat deden ze. Dus dan heb ik alvast die label eentje klaar. En de rest ga ik met jullie maken. Ik zal even mijn liniaal pakken. Of gaan we onze... heb ik die hier bij de hand? Ja, maar die heb ik ergens anders. Ik stop ze dan zeg maar tussen de kasten. En dan zat hij bij een andere kast. De lijntjes gaan we eventjes rillen. Met een rilbord. Een vouwbord, rilbord. Gaan we eens even kijken of ik hem zo ook heel netjes krijgen kan. Zo, ik wel. Ja, kijk, dat is mooi. En die flap, 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 die moet ook. En deze flap moet ook. Nou, ik denk dat hij zo wel aardig recht is. En dan heb je dus eigenlijk de kaart al, de basis klaar. Nou, dat is toch best wel snel, niet?
nog wel eventjes de... Ik heb alleen wel verkeerd om gedaan. Wat bedoel ik daarmee? Ik wil eigenlijk altijd dat hij flapt. Nou maakt het met deze kaart niet zoveel uit, want je plakt hem toch dicht, dus hij flapt niet. Maar mijn vouwlijn zit hier en die wil je eigenlijk aan de rechterkant. Maar dat zeg ik, het maakt eigenlijk helemaal niks uit. Gelukkig maar. Nou, dan wil ik deze. Komt ook weer van het Falling for Christmas setje. Wil ik hier hebben. Nou, dat kan ik wel. Dat ga ik, doe ik dan altijd zo. Ik draai hem om. Papier. En ik doe heel moeilijk abracadabra. En dan heb ik hem. En dan is het op donkerblauw een beetje moeilijk te zien. Dus je kunt het ook met een andere pen doen. Je gaat deze randen niet meer zien. Omdat je die toch zo meteen plakt. Zo. En de flap moet erin. Een beetje zo'n envelopflapje. Zo, kijk, hebben we die. Draaien we hem om, hebben we hem zoals we hem willen. Zo mooi. Vind ik leuk. En dan wou ik eigenlijk... Dan zeg maar hier zo. Dat leek me wel leuk. Dat dan daar zo te doen. Dan kunnen we zo meteen die flap zo... Ja, ik denk dat het wel een mooi kloppend geheel wordt. Nou heb ik deze al een stukje van gesneden. Kijk deze. Dan laat ik deze heel. En dan ga ik deze eventjes overtekenen. Nou, die hoeft niet helemaal. Dat je toch een pocket hebt. Maar ja, ik heb genoeg papier. Dus ik ga hem lekker... helemaal doen. En deze kun je gewoon met de snijmachine doen. Want dan heb je mooi recht. Dan gaan we deze twee eventjes opruwen. Geluidje, sorry. Want dan gaan we die alvast opplakken. En als het dan van het donkere papier is... Ik vind het leuk dat je dan zo'n wit randje hebt. Dat ruwe randje. Maar het hoeft niet. Het is jouw creatie. Maak er wat moois van. Zo. En dan heb ik... mijn lijn. En die moet je altijd netjes in de hoekjes doen, heb ik geleerd. Een beetje te makkelijk voor soms. En dan ga je een beetje naar die letters kijken. Ik zie hier een A. En dan zie ik dus dat die zo moet. Je wil hem natuurlijk niet op de kop hebben. Nou ja, waarom ook niet? Hè? Ik heb toch labels voor en zo. Maar... het mooiste is om hem rechtop te hebben, vind ik. Dan ga ik deze randjes even vastplakken. Nou, zo heb je dus eigenlijk echt, ja, ik vind best wel snel een hele leuke kaart.
Een bloemetje doet het altijd goed. Die sterstansje één keer uit, die ben je dan voor twee kaarten. Heb je die gelijk klaar. Je bent lekker met papier bezig. Er gaat ook lekker veel papier in deze kaart. Dus ik koop graag papier, dus. Is het ook fijn als ik het opmaak. Dit is dus zeg maar de andere kant van de ster. Moet ik even spieken, zo. En ik heb hem gewoon door de helft gedaan, van de ene punt naar de andere kant. En dan ga ik hem nu hier op plakken. En dan wou ik hem net een beetje zo eroverheen hebben. En dan zie je hier die punt, die moet eraf. Dus daarom gaan we het nu ook alvast opplakken, voordat we hem op de kaart plakken. En dan kun je mooi, makkelijk afknippen. Ik vond het ook leuk om hem een beetje een randje zichtbaar te hebben van het blauwe papier. En dan ga ik hem aan deze kant eerst recht afknippen. En dan nog een stukje eraf. Dat vind ik het makkelijkste om hem dan ook zo recht mogelijk te hebben. Dit is een beetje je tafereeltje waar je bijvoorbeeld op je kersttafel een stukje mee maakt. Heb je een dienblad of nou ja, iets wat dan ook maar. En daar maak ik die bloem op. Nou, dit papier, dat is echt heel gaaf. Matcht ook zo leuk met elkaar. Ik vond het wel heel erg leuk. Kijk, dan zijn we eigenlijk al heel ver. Hè? Wat gaan we nu doen? We gaan eerst even de labels doen. Ik heb hier de label getekend. Die zit dus ook op de... Ik zal hem even laten zien. Dat is deze. En die kleinere. Nou, wat je nou hebt. Ik heb 8,5 centimeter breed is dit label. En tot en met deze punten 12,8. De ene keer vind ik het leuk om het label zo te doen. En de andere keer doe ik hem... Zo. Zie? Flapje. Dus als je hem zoals ik hem nu wil doen, dan is 8,5, haal je daar een halve centimeter van af. En 12,8 haal je ook een halve centimeter vanaf. Wil je nou die hoek erin maken, dan pak je je papiertje. Je legt je hoek zo. Je knipt hem hier. Oh, je moet wel gelijk met het... Met het andere label zijn. Dan knip je deze hoek eraf. Dan is die hoek even groot. Dus zo werkt dat. Dat gaat heel makkelijk. Maar we gaan hem nou eens een keer anders doen. Dus we gaan een stukje papier pakken. Moet ik even kiezen. Want ik heb deze voor dit. En dan komt die dus daarachter. Die moet weer een ander papiertje hebben. Dat is wel heel standaard. Hè? Die en die en die en die. Misschien wordt dat een maar. Dat wordt wel heel veel papiertjes dan, hè? Hoor je me denken? Oeh. Oh, dat vind ik wel heel erg leuk. Ja, misschien wel wat druk, maar aan de andere kant wel lekker... Lekker sneeuwig, lekker... Ik heb ook nog, maar die zijn allemaal te smal, die strookjes. En ik heb ook nog deze. Maar ik vind die sneeuwvlokken wel heel leuk. Dus dan snij ik hem op 8 centimeter. Dat is dus een halve centimeter kleiner dan het label. En op 12,3. En dan heb ik dus mijn... Labeltje. De achterkant laat ik vrij. Want daar kan ik dan mijn tekst op schrijven. En deze gaan we ook weer opruwen. Nou, dan kom ik waarschijnlijk niet helemaal op een half uurtje, denk ik. Nou, misschien ook wel. Moet het bloemetje ook nog maken, hè? Dus wie weet. Wat krijg je als je dingen voorbereidt? En dan denk ik dat die zo moet. Mm-hmm.
Deze komt dan hier zo meteen in. Hetzelfde heb ik gedaan voor die kleinere. Die is 6,7 bij mij. Dus dat wordt dan een strook van 6,2. Bij 9,5, want het labeltje is tot en met die punten 10 centimeter. Die stukjes heb ik alweer vooruit gerild. Dat heb ik dus gedaan terwijl ik aan het wachten was op de DVD. Ik heb hier ook nog natuurlijk wat potloodstrepen. Gelijk ook maar eventjes bij die grotere wegwerken. Het zou een beetje zonde zijn als je hem opstuurt en je bent het vergeten. Kijk, zo. Dan heb ik weer een handige potstang. Een gaatje stang en dan zet ik hem een beetje zo in het midden van het vakje. Een beetje op gevoel. Nou, die is niet heel erg op gevoel gegaan. Oh, geweldig. En dan even kijken. Willen we daar natuurlijk een touwtje bij, maar waar gaan we voor? Ik denk een glimmertje, maar dat komt zo meteen, want ik weet het nog niet. Zo, dan kwam op dit label mijn 3D plaatje. Vond ik wel heel, die paste er ook precies op, die kaars en zo, dat past er allemaal niet op. Het is de enige die erop past, maar die is ook wel heel erg leuk voor erbij. Die heb ik ook al in 3D hier liggen, maar daar ga ik nog even mee wachten. En deze kerstklok vond ik ook wel heel erg leuk. Die doen we hier. Zo'n beetje. Dan gaan we nu maar bezig met de bloemetjes. Doen we niet heel veel aan hoor. Het is geen moeilijk bloemetje. Het is een leuk, ja, madeliefje. Wat is het? Ik denk wel een madeliefje, ja. Ik denk, past die bij een kerstbloem? Ja, zeker. Waarom niet? De gerbera's, die worden toch ook altijd in kerstboeketten gestopt? Dus ik denk dat kan gewoon. Nou heb ik hem op deze kaart. De ene laag geknipt met de pincet. Ik weet niet hoe ik dat eigenlijk moet zeggen. Zo. Pincet in het midden, mooi puntje. En dan omvouwen. En dan heb ik deze, heb ik dus twee keer uitgestanst. Ik ga er echt een volle bloem maken. Dan gaan we eens even kijken of dat ook echt lukt. En gaan we hem dan opbollen of ook pinchen. Eens even zien wat er gebeurt als we dit doen. Ja, oké. Okay, we gaan de ene laag gaan we opbollen, de blaadjes. En de andere laag gaan we hem vastknijpen met de pincet. Ik denk dat dat wel heel erg leuk wordt. En dan gebruiken we natuurlijk ook de pincet om hem vast te zetten. Ja. Nou, zomaar. Niet zo moeilijk mee doen. Dat is laagje 1. Dan heb ik dus twee keer gewoon dezelfde maat uitgestanst. En de ene gaan we dus ombuigen.
En in het midden indrukken. Andere ook in het midden omdrukken. Indrukken. Maar dan de blaadjes weer de andere kant op. Nou, hier kun je natuurlijk ook inkt bij gebruiken. Water. Je kan er van alles mee doen. Maar ik vind hem zo leuk genoeg. Oh, verkeerd hem. Oh, dat maakt niet uit. Plakken we hem alvast op zijn bloemetje. Zo. Ik zat trouwens iets meer naar boven toe, zie ik. Sorry. Dit is wel de bovenkant van de mat. Dus. Nou, gelukkig hebben we nog eentje waarbij ik het helemaal kan laten zien. Maar die is dan wel gelijk de kleinere. Maar dat moet denk ik wel lukken. Die is ook iets moeilijker om te knijpen, zeg maar, met de pincet. Als je die te moeilijk vindt, dan moet je gewoon stoppen. En dan moet je hem gewoon lekker zo laten. Lekker bollen. Dat gaat niet opvallen. Dat maakt echt niet zoveel verschil. Zo, bijna klaar. Binnenkant weer indrukken. Hetzelfde met die andere, maar dan aan de andere kant. Kijk, nu is het echt een magrietje. Dan eventjes de plaatjes opbollen. Dat is dus wat ik bij die andere ook gedaan heb, maar ik denk wel dat je het hebt kunnen zien. En dan gaan we deze ook in de basis gooien. Plakken. Ja, ik vind hem ook wel heel gaaf als hij nog een extra laagje heeft. Hoor. Dit is gewoon twee laagjes op elkaar. En dat. Moet je kijken, ja. Wat een verschil. Mooi, hè? Ik vind hem echt heel erg gaaf. Wauw. Ja. Ik zie nu wel dat ik een takje mis. Ik heb nu nog maar twee. En ik heb er de hele tijd drie gehad. Nou ja, dan moet ik het maar doen met twee. Komt ook wel weer goed. Jammer is dat dan. Dat is wel... Waar die ook maar mag zijn. Komt ook wel weer goed. We gaan wel alvast eventjes mijn tekst stempelen. Want dan hebben we dat maar weer gedaan. En zullen we hem dit keer met een... Nee, weet ik niet. Wacht even. Ik denk... Ja, nee. Ja, ik denk het wel. Met zo'n vlaggetje dingetje. Weet je wel? Kijken of ik hem in één keer goed kan stempelen. Voor een vlaggetje niet, want dan ben ik alweer te dicht bij de rand. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Is dit strookje dik genoeg? Nou. Jullie zien dat beter. Kijk, dan stempel ik weer aan de laat ik het weer aan de onderkant zien. Kijk, die is niet goed. Nou, dan hebben we nog één kant. Nee hoor. Meerdere kanten. Maar we hebben trouwens ook die andere kant. Past dat er hierop? Nee, gaat sowieso niet passen. Nou, dan gaan we gewoon niet moeilijk doen. En dan stempelen we hem gewoon hier. Hupsakee. En dan gaan we hem gewoon op maat snijden. Die laten we even drogen. Daarom wou ik het nu alvast doen. Kijk, dan komt dit zo meteen hier. Dan komt die tekst zo meteen daar. Dan kan ik wel alvast eventjes het plaatje in 3D doen. Stom is dat, hè? Dat je dan zo'n takje kwijt bent. Nee. Nee, nee, nee. Ligt die niet. Die onder de spullen. Nee. Ach ja.
Mooi is deze kerstsok, hè? We zijn gisteren naar de kerstshow geweest. Of kerstshow. Almere plant. Het is geen duiven natuurlijk, maar ik hoor dat duiven ook niet meer je van het is. En voor mijn zoontje was het echt genoeg. Die heeft echt zijn ogen uitgekeken. Nou, we hebben natuurlijk ook wat gekocht. We hebben een... hij is gek van molens. Windmolens, grote molens, kleine molens. Maakt allemaal niet uit. Dus dat was een hele mooie... Oh, daar was hij. Dat was een hele mooie molen met allemaal lampjes ook natuurlijk. Nou, dat vond hij helemaal fantastisch. Dus die hebben we gekocht. En zo'n hele leuke... Zo'n ballon die dan ronddraait. Ik heb hem vast wel zien staan. Nou, echt fantastisch. En we kwamen ook nog een trekker tegen. Een trekkerkerstbal. 4,95 mijl. Ik denk, die kan ik niet laten liggen. Maar die natuurlijk me spelen. Dus dat kon niet. Dus we kregen van een mevrouw achter de kassa kregen we een bubbeltjes plastic dingetje waar hij in kon. Daar hebben we hem in gedaan. En dat heb ik met pakband dicht gedaan. Want toen moest hij bij hem voorin zitten natuurlijk. Nou, dat kon niet. Ik denk, dat komt niet goed. Ook al zit hij in bubbeltjesfolie. Dat komt gewoon niet goed. Hij vindt wel een manier om hem los te krijgen, denk ik dan. Dus ik heb hem lekker op de achterbank gedaan. En we zijn naar huis gegaan. Onderweg lekker bij de Mac gegeten. Oh, die hoort hier. Wat leuk. Dus zijn dag was helemaal compleet. Ik moest even naar de tandarts voor mijn spalkdraadje. Die was gaan loszitten. Gewoon echt uitstekend. Oh. Vervelend dat was. Dat was natuurlijk gebeurd net op vrijdagavond. Dus ik heb het hele weekend met... Eerst één dag heb ik met dat draadje de hitte tegen mijn lip aan lopen doen. Ik denk, ja, maar dit kan niet. En toen las ik dus op internet dat je een stukje kauwgom op dat stukje moet doen. Dus dat heb ik gedaan. Nou, dat was dat was fijn. Gewoon, ja, maar dan loop je dus de hele dag met een stukje kauwgom in je mond. En dat doe ik normaal niet, dus het was even wennen. Maar, weet je, niet erg. Ik heb nu voor een gebroken wit lintje gekomen. Ik zal eens even wat water nemen hoor, sorry. Zo. Ik voelde zo'n kikker opkomen, weet je wel. Zo'n hele droge keel ineens. Hop, hop, hop. Nou, een beetje te lang, hè? Zoiets maar. Kijk eens, hoe leuk. Oh, dit wordt zo leuk. Leuk is dat, hè? Als je je eigen kaart helemaal fantastisch vindt. Oh, heerlijk. Ik doe er geen strikje in, want dit keer moet de focus echt naar die bloem, vind ik. Die vind ik zo goed gelukt. Dus die gaat lekker als focus. Dus we gaan geen stukjes op labels doen. De labels zijn mooi zoals ze zijn. Of niet al? Zo. Die doen we hier. Die doen we... Oh, kijk nou mooi. Ik kan hem niet helemaal erin doen, want hij is natuurlijk nog niet droog. Maar dat maakt niet uit. Nou gaan we eventjes naar mijn... stempelding. Dan gaan we kijken of ik dat met de hand een beetje recht kan knippen. Niet helemaal, want er is nu ook wel niks meer aan te doen. Ach, maakt het uit. Ik knip er even zo'n vlaggetje in. Zo. We zijn zondag bezig geweest om een Sinterklaasboot te maken. Om van Sinterklaas weer naar de kerstman te gaan. Ging niet helemaal goed, want we kwamen er heel laat achter dat we een andere maat hout hadden dan dat we op de plattegrond, op de bouwtekening hadden. Dus toen kwamen we naar veel wikken en wegen achter. Dit gaat nooit lukken, want we hebben de goede maat niet. Dus gaan we er van het weekend weer mee bezig en dan komt het helemaal goed. Echt waar.
Dus die zul je dan ook wel online voorbij zien komen. Dat is leuk voor in de vensterbank. En dan hebben we van die pekdol poppetjes. Heb ik vorig jaar geschilderd. En van die gehaakte hoedjes erbij. Nou, helemaal leuk. Mijn zoontje maakt het dit jaar echt mee. Dus we zijn helemaal zo leuk. Doen we dan de tekst hier en het bloemetje hier. Nee. Hier. Takje hier. Ja. Zo doen we hem. Zo doen we hem. Doen we de tekst op een beetje verhogingje. Nou, dan kom ik toch op een half uur, hè? Komt van het bloemetje natuurlijk. Niks mis mee. Alleen maar gezellig. Zo, en dan gaan we de rest eventjes doen met een beetje kit. Even kijken. Beetje zo er. Op, in, om. Uit moet je natuurlijk altijd 3 doen. Maar ja, ik heb 2 takjes, 1 bloemetje. Is ook weer 3, toch? Ik denk dat ik hem nog wel ga vinden. Dus ik heb eigenlijk geen zin om eentje uit te stansen. Daar ben ik dan wel eerlijk in, hè? Zeg mijn naaldje in mijn lintje doen. Zo. Nou zijn we natuurlijk nog een glimmertje nodig. Tenminste, dat vond ik met die andere leuk. En die pakken we dan met onze pincet. En ik vind eigenlijk, ik heb daar overal die pakketjes gedaan. Ga ik bij deze niet doen. Maar ik ga wel de glittertjes doen. Die vond ik echt heel erg leuk. Zo, ik heb gewoon, ik heb dit keer eens een keer een goede gepakt. Het is echt een oude al hoor. Maar weet je, stikkels zijn stikkels. Dit was trouwens ook toen een goed merk. Kijk. En dan wil ik al die bloemetjes ook een beetje glitter geven. Dan zet ik een klein subtiel glittertje hoor, maar maakt het zo leuk. Nou, mocht je dit nou een leuke, leerzame video gevonden hebben, mag je wel een vind ik leuk geven. Ben je nog niet geabonneerd, is het nu ook wel de tijd om te abonneren. Dan weet ik van, hé, jullie vinden het leuk. Dat weet ik ook als jullie bestellen in mijn webshop. Vind ik ook leuk. En dan met elkaar zorgen we ervoor dat ik video's kan blijven maken. Ik had het wel heel leuk. Dus dank jullie wel weer alvast voor de steun. Oh, ik vind dat zo leuk, kerst. Ik hou van de kerst. Ik ben er eigenlijk voor mijn gevoel ook nog maar net mee begonnen, maar ook nog lang niet mee klaar. Ben jij al bijna klaar met je kaarten? Of ben je ook gewoon net als mij gewoon maken? En ik kijk wel of ik nog een paar simpele moet maken op het einde. Waarvan ik weet, die mensen die waarderen het heel erg, die krijgen sowieso een hele speciale. En andere mensen, die stuur ik gewoon een kaartje. Kijk, zelf gemaakt. Hihi. Maar dan ga ik ook gelijk helemaal weer door, hè? Zo. Ja, ik denk wel dat hij nu af is, hoor. Denk ik wel. Oh, dan moet ik er even om denken met die glittertjes natuurlijk. Nou, zomaar een beetje. Zo. Beetje voor het idee, hè. Ik vind echt deze bloem veel gaaf geworden.
Deze vind ik ook gaaf hoor. Die past wel weer wat meer omdat het een jongetje is ook. Heel grappig, toevallig. Maar deze vind ik heel gaaf. Nou, ik hoop dus dat jij dit een leuke video vond. En ik wil je weer bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Fijne dag nog. Groetjes. Doei doei.